Welkom bij Dutch Geeks, ik ben Robin en vandaag gaan we de PlayStation 3 Ultra Slim 500 GB unboxen. Dit is de bundle met Gran Turismo 5 Academy Edition en Uncharted 3 Drake's Deception. De specificaties, 500 GB zoals je hier ziet. Het is het nieuwe model. De Ultra Slim heb ik al verteld. En dit was de prijs. €283 bij de Game Mania. En dan krijg je 150 punten. Dus laten we maar gaan unboxen dadelijk. Maar eerst gaan we naar de doos kijken. Nou, de voorkant. Ziet er mooi uit. De zijkant. Dan zie je gewoon wat erin zit. En nu even de achterkant. Even zoeken waar Nederlands staat. Oké, staat er niet op. Nou ja, maakt niet uit. Gebruik de meegeleverde PSN voucher met code om toegang te krijgen tot online mogelijkheden. Oké. Ik wist niet dat je daar een pasje voor nodig had. Of zo. Maar ja. Het zal wel goed zijn. De zijkant. Sorry dat ik zo schud met mijn camera. Sign up for free. Online gaming. Oké. Ja. Dit zwarte model. Meer kan ik er niet over vertellen. Nou, laat hem openmaken. Ah, hier staat wat er in de doos zit. Wireless controller. Net. AV-kabel, USB-kabel. Connector. Boekjes en de spellen. Dus die gaan we nu openmaken. Even kijken, haal deze eerst uit. En hier liggen de spellen. Gran Turismo 5, mooi in een plastic ding gedoe. Gelukkig geen online code, want ik heb ook een Xbox gehad. Heb ik pas verkocht trouwens. En er zaten twee games bij, ik maakte de doos open en het waren gewoon downloadcodes. En ik vind het fijn als ik fysieke spellen heb. En Uncharted 3. En de PlayStation 3. Op de doos staat zeker weer geen Nederlands, nee. Maar laten we de doos gewoon openmaken. Even een schaar pakken. Het gaat nog wel stroef allemaal. Snap oh zo. Die is open. Wat hebben we hier? Het SCART-blokje. Maar natuurlijk ga ik hem niet aansluiten met AV. Met HDMI. De AV-kabel. Oh ja, een HDMI-kabel zit er niet bij. Die moet je er los bij kopen.
de USB-kabel om de controller op te laden. Ik moet zelf ook even goed kijken wat het is, want ik heb nog nooit een PlayStation gehad. Ik heb vroeger wel 1 en een 2, maar de DualShock controller. Ligt niet zo fijn in de hand als een Xbox controller, heb ik nu al gevoeld. En de voedingskabel. Ja. Volgende fase. Daar is hij dan. Schuif ik hem al nu uit. Dan doe ik wel even op bed. Zo. Lekker in een goedkope verpakking, eierdoosverpakking zal ik het noemen. Boekjes. En volgens mij is de doos verder leeg. Ja. Dus die kan weer af bed. Zo. De console. Even kijken. Hij is ongeveer 2 keer zo breed als mijn Wii. Zie je hier. Wii U heb ik pas gehad, maar die heb ik weer verkocht. Omdat ik toch liever een PlayStation heb. Hier is hij. Mooi glossy. En klein. Hij is niet zwaar. Lichter dan ik had verwacht. Gelukkig. Ja. Nee, 1,5 keer zo breed als de Wii. Laten we even kijken. Het PlayStation logo. Sony logo. En 2 USB. Connectors. De achterkant. De koeling. Netwerkaansluiting. HDMI aansluiting. Digital audio aansluiting. De voeding aansluiting. Ja. Wat deze. Oh ja, dit is voor AV. En dit is de voeding aansluiting. Sorry. En hier zit het eject knopje. En de power knop zit hier. Ik zal even laten zien hoe je dit model openmaakt. Maar eerst even de plakband eraf halen. Zo. Best ouderwets, maar ja, ik vind de slim model wel mooier, of ja, mak. Ik vind het iets ouderwets eruit zien, omdat die gewoon erop moet schuiven. Maar dat is mijn mening. Wat jullie ervan vinden kun je achterlaten in de comment. Ik zal nog een review video maken. En dit was mijn unboxing. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En blijf kijken. Abonneer. En ik abonneer terug. Laat een reactie achter. Groen duimpje. En dan zie ik je weer. Tot ziens.